de fascinerende oude wereld van de Grieken, Romeinen, Babyloniërs en Egyptenaren komt regelmatig in het nieuws. Vaak bestaat dat nieuws uit de eindresultaten van wetenschappelijk onderzoek. Maar hoe onderzoekers tot deze resultaten komen, daar hoor je nooit over. En dat is vreemd, want geschiedenis, archeologie en de bestudering van oude talen zijn wetenschappen. Het onderzoek zelf is minstens zo interessant als de conclusie. In deze videoreeks zie je hoe oudheidkundigen de werkelijkheid zo goed mogelijk proberen te benaderen. Deze keer, hoe kunnen wij in de 21ste eeuw nog teksten lezen die 2500 jaar geleden geschreven zijn? We spreken erover met klassicus Hein van Dolen. Hein, fijn dat, dat we tijd hebben. Je hebt Herodotus vertaald. Maar hoe komt het dat wij 2500 jaar na Herodotus eigenlijk Herodotus nog kunnen lezen? Hoe komt het dat wij die teksten zo laag nog steeds hebben? Ja, het eerste punt is al van wanneer is het precies opgeschreven en door wie en voor wie? Het is Herodotus eigenlijk bedoeld om voor gedragen te worden, niet opgeschreven te worden. Maar het is natuurlijk op een gegeven moment opgeschreven. In hoeveel exemplaren hebben we geen idee van. Maar via de bibliotheken is het toen overgeschreven, geleend, soms ook niet teruggegeven. Alexandrië had die vervelende gewoonte. En daarna is er in de loop van de eeuwen ook voor schoolgebruik overgeschreven door kopiisten. Alleen ja, de oudste hebben we niet meer over. Hebben we wel kleine stukjes papyrus die uit die tijd dateren of misschien iets later. Maar het was dus de ijver van de monniken en met name de Byzantijnse geleerden. Die hebben gezorgd dat het Grieks gehandhaafd bleef, want in het Westen was het nauwelijks meer bekend. En die manuscripten zijn dus steeds opnieuw overgeschreven door... Ja. Maar slijten die teksten dan niet? Want... Ja. Jazeker. Het is heel vermoeiend om teksten over te schrijven. En we denken wel eens dat de afstand van het lezen naar het schrijven, dat daar de meeste fouten zijn gemaakt. Je staat te schrijven, je zag zo'n boek liggen en dan moet je die afstand overbruggen om dat zonder fout op te schrijven. Ja. En dat is waar ik goed te constateren, maar ook het tijdstip waarop ze van de dag dan, hè, de tijdstip van de dag waarop ze vermoeid. Het wordt donker en dan krijg je meer fouten. Ja. Okay. En dan gaan ze ook wat eigenwijs worden, wat slordig. En dat is bij Herodotus heel opvallend, hè, dat ze soms Herodotus gaan verbeteren. Of gaan denken, zo moet hij het gedaan hebben, terwijl hij helemaal niet zover was. Maar hoe kunnen wij dan nog vertrouwen dat die tekst in orde is? Want ze zitten dus vol fouten, of in ieder geval vol slordigheden. Ja, nou, dat zou je dan moeten deduceren. Hè? De oudste manuscripten, één komt er uit Florence, Laurentianus heet dat. Hè? Daar kun je dus, dat kun je dus als leidraad nemen. Hè? Maar terecht zegt men, hoe is dat door één hand overgeschreven? Is het een secure hand geweest of is er een slordige hand daarbij? Het is ook even terecht om niet te zeggen van wat oud is, is dus beter. Dat hoeft helemaal niet. Nee, want het kan best zijn dat een slordige tekst al vaak is overgeschreven en dan al heel oud is. Terwijl de correcte tekst ook al overgeschreven is en misschien wel uit latere tijd dateert, maar toch secuurder is. Ja. En hoe komen we dan tot een goede tekst? Want daar zijn geleerden mee bezig om een perfect mogelijke tekst te maken. Ja, dat is een precisiewerk, ook een specialistenwerk. En kijk, als je hier kijkt bij dit werk, heel veel geleerden gaan dan denken, welke is de meest toegankelijke, welke de meest verantwoorde tekst. Ja. Ze geven dat aan. En je ziet ook dat hier letters zijn weergegeven waarin staat welk manuscript het is geweest. Ja. En vooral A, dat is een manuscript, dat is dat waar ik het net over had. Dat komt natuurlijk het meeste voor. Maar daar zijn fouten in gemaakt, duidelijk aanwijsbare fouten. En die kun je als geleerde dan proberen te herstellen. En de ander, maar er kan ook weer een concurrent zijn die zegt, nee, het moet op die manier ingevuld worden. Dus deze tekst is eigenlijk een hypothese, hoe klassici denken, zo zou die tekst geklonken horen te hebben. Ja. Maar we hebben dus nu uiteindelijk iets van een stuk of 10 of meer of minder manuscripten over. Ja.
En dat zijn de bronnen waarmee wetenschappers aan de gang moeten gaan, ja, om het te reconstrueren. Ja. En hoe doen ze dat dan? Ja, nou ja, je gaat ze natuurlijk naast elkaar leggen, gaat het vergelijken. En ja, de duidelijke fouten haal je eruit. Dat is. Dus dat zijn gewoon echt evidente taalfouten. Ja, schrijffouten, spellingfouten. Ja. En dan heb je dus een aantal redelijke manuscripten waarvan je denkt van, nou, hier hebben de gekke kopiisten trekjes eruit gefilterd. En dan? Ja, kijk, dan heb je bijvoorbeeld 3 manuscripten. A, B en C. En die zijn duidelijk alle 3 uit 1 bron afgeleid. Ja, hoe weet je dit? Dat zie je omdat er eigenaardigheden zijn en stilistische dingen, die tekstkritische dingen, die kun je denken, nou, die komen uit 1 bron. Ja. Ja? Dus die ga je dan zo doen en die bron is dan bijvoorbeeld A. Dat is een gereconstrueerde tekst. Ja. Die is natuurlijk niet overgeleverd. Dit is overgeleverd. Ja. A, B, C. En dan heb je ook andere manuscripten. D heb je dan. En wij noemen die R, S, V. En ook hiervan kun je zeggen, deze is ergens van afgeleid. Maar deze 3 horen weer bij elkaar. Ja. Dus dat is dan, dat noemen we een R. Ja. Nou, en dan kun je, omdat je dit combineert, weer hier een gemeenschappelijke noemer uitkrijgen. En dan uiteindelijk zijn ze allemaal afgeleid uit 1 oorspronkelijke bron. Ja. Ja. Dus dat is de opzet. Ja. Maar als ik het goed begrijp, is het dan zo dat het laatst gereconstrueerde manuscript, dat is eigenlijk de tekst van Herodotus? Ja, nee, het is niet de tekst van Herodotus. Ik begrijp je vraag. Dat weten we natuurlijk niet. Nee. Dit hebben we over en dit deduceren we. Hè? Maar zeker weten natuurlijk. Het is de best mogelijke benadering die wij op dit moment kunnen maken. Maar het is een theoretische benadering. Ja. Oké. Okay. En wordt dit werk nu nog veel gedaan? Zijn daar veel onderzoekers nog mee bezig? Nee. Het is een werk van echt 19e eeuwse geleerden, hè, die daar tegen elkaar opboden om daarnaar de beste tekst te hebben. En die buitengewoon goed waren in het Grieks. Hè. Ja, die mensen die voelden dat feilloos aan. Ik geloof niet meer dat die zo specialisten op dit moment zijn. Bovendien, het is natuurlijk wel, het werk is gedaan. Ja. Je kunt wel aan de gang blijven.